Oké, okay, we gaan verder, beste leerlingen van VWO4. Met een minuutje of twee, waarbij ik even het filmpje afmaak. Hiernaast mij hebben we de premier van Aruba. En hierboven de staatssecretaris NL van Koninkrijsrelaties. Ja? En de laatste tijd zijn ze allebei veel in het nieuws gekomen. NL zegt van, nou, Aruba maakt de verkeerde besluiten, doet, gaat leningen aan. Aruba zegt, nee, het is maar een kleine lening. We doen dat verantwoordelijk. Het is niet slecht voor het land. En allebei. He, hebben ze een mening en geven ze feiten. Maar wat ze ook regelmatig doen, is feiten weglaten. Dus ze geven maar een deel van het verhaal. Dat is wat er heel vaak gebeurt. He. Er worden niet alle feiten verteld, waardoor het allebei waar is, maar allebei een ander beeld geeft. Ja, dus ook het weglaten van feiten kan een beeld geven dat niet helemaal 100% klopt. Ja. Dus hoe kom je nou achter of iets betrouwbaar is of niet? He, je moet, of wat de motieven zijn van als je een artikel leest. En hoe lastig is, is het om fake nieuws van echt nieuws te onderscheiden. Zo was er in september of augustus, toen ik hier net woonde, een bericht dat luchthaven Hato op Curaçao dicht zou gaan. Geen toeristen meer. Heel veel paniek. Nou, dat klopt helemaal niet, maar de journalist die het artikel schreef op het Antilliaans Dagblad, ja, op de website, die had gewoon een hele slechte kop gemaakt. Hij ja, had niet nagedacht en die had een fout gemaakt. Dus in dit geval kwam het fake news voort uit slecht journalistiek werk. Maar het leefde wel fake news op. Het klopte niet. Ja. Dus mensen kunnen uit verschillende redenen fake news maken. Omdat ze bewust doen. Omdat ze fake news willen bespreiden. Iets zoals Trump. President Trump bijvoorbeeld vaak doet. Of het wordt niet goed gedaan. En het is niet expres, maar het levert wel fake news op. Hoe kom je nou bij, zo dicht mogelijk bij objectiviteit, bij een feitelijk verhaal, door, zoals ik net deed, die stappen langs te gaan? Door die stappen langs te gaan van de zender, was het doel actueel, de bronnen langs te gaan, het langs andere bronnen te leggen en verschillende kranten erbij te halen en door hoor en wederhoor toe te passen. En zo komen we tot de zo dichtbij mogelijke objectiviteit. En dat is een voortdurend proces waar je dan over na moet denken en er bezig moet zijn. Ja? Nou, ik hoop dat ik jullie een en ander duidelijk heb gemaakt over kennis en informatie, informatiesamenleving en objectiviteit.